Jomes, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Gun Game video. Hier natuurlijk op de enige echte, de one and only Call of Duty Infinite. Ik moet hier weg. Ik moest me heel veel concentreren hoor. Het spijt me natuurlijk even stil was, maar... Wat daar gebeurde heb ik ook geen flauw idee van. Maar in ieder geval, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Infinite Warfare Gun Game video hier op mijn kanaal Ras Game. Vandaag spelen wij, zoals we altijd doen, gewoon weer lekker 3 Gun Game potjes op deze Call of Duty. En proberen wij natuurlijk ook alle 3 die potjes tot een mooi succes te... ik weet niet wat ik wilde zeggen. Proberen wij gewoon te winnen. Dat is de makkelijke uitleg. Zo simpel is het. Dus vind je het dan leuk om naar te kijken, mensen? Ram natuurlijk zo'n kaart op like. Dat zou ik super doof vinden. En ja, we doen gewoon ons best, man. Elk kill dat we maken. Haalt ons natuurlijk door naar weer het volgende wapen waarmee we een kill moeten maken. En op die manier moet je met elk wapen in de game een kill pakken. Totdat je... Kom dan, want ik hoor je lopen namelijk. Komt hij aan hoor. Hij heeft een RPG. Nee, niet. Hij heeft geen RPG. Wacht. Ik kan net zeggen, je hebt helemaal geen RPG, want dat kan helemaal niet namelijk. Als hij een RPG had gehad, dan was hij al bij een verder wapen. Dus ik zat heel veel op te letten, hoor. Hij gaat naar achter, want hij weet dat ik een shotgun heb. Maar hij gaat het niet overleven. Let's go. Ze altijd goed opletten, man. Want als je een shotgun hebt en de enemies weten dat, gaan ze natuurlijk automatisch naar achter rennen. Omdat ze niet dood willen gaan erdoor. En een shotgun heeft een bepaalde range. Dus als je naar achter loopt, word je gewoon niet meer doorgeraakt. Zo makkelijk is het. Dus het was slim van de enemy. Maar gelukkig... Oh, maar gelukkig niet slim genoeg. Zo makkelijk is het. Nog 2 wapens hebben we te gaan. De pistool en de throwing knife. Dan loopt er hier sowieso eentje. Is nu dood. Sorry vriend, maar ik heb een knife nodig. Ho! Mis! Oh! Ik ga je knijven, sorry. Ah! Ik kon hem niet knijven, hij bleef erachter springen. Dat is zo slim om te doen, hè, als je, als je iemand ziet staan met een knijf in zijn handen. En oh, de laatste kill moet ik krijgen, jongen. Oké, kom op. Ik wou net zeggen! Dit duurt veel te lang, joh! Ik wou net zeggen! Echt, Gun Game op Infinite Warfare gaat zo niet normaal snel, joh. Maar we hebben kunnen winnen. Oh, wauw! Jongens, dat was het eerste potje. Op naar het tweede. Gaan we dan in het prachtige tweede potje. Dit is de map Grounded. En ik zei net heel droog, ja, Gun Game in Infinite Warfare gaat echt enorm snel. Maar de reden waarom dat natuurlijk zo snel gaat, en dat was ik even vergeten, is omdat je met 10 man in totaal in de lobby zit, in plaats van 8 wat je normaal gesproken zit. Dus ja, daardoor wordt natuurlijk automatisch ook... Wow, vele malen drukker. Maar drukker... Houdt ook in dat je sneller die push kan winnen. En dat is nou precies wat wij gaan... Oh, jammer jongen. Gaan proberen. Waarom staat er overal Thermal Sight op Call of Duty? Thermal Sight is poep! Oh nee, geen sniper. Ah, oh, die was zo enorm slecht. Oh, beter heb niemand dat gezien gewoon. Uh-oh, niet meer knijven. No scope! Ik word gewoon 2 keer achter elkaar neergenijfd. Het is ongelooflijk, maar waar. 2 keer achter elkaar word ik genijfd, waardoor ik weer een wapen achteruit ga. Hé, hey, jongens. Ik ben nu langs de sniper, hè. Zo poep als je genijfd wordt, hè. Dat is echt, oh, ongelooflijk irritant. Want je gaat weer een wapen achteruit. En als je dan de hele tijd weer bij de sniper opnieuw komt... Dan moet je ook heel de tijd weer met die sniper een kill proberen te krijgen. Dat is nou niet echt... Oh! Wat gebeurt hier? Hij spande in mijn richtpunten, hè? Oh, een noobshoop launcher. Ja! Hij liep gewoon langs me. Dan kan ik toch ook niet zien aankomen dat iemand langs me gaat lopen. Wat voor Jostie ben je dan, joh? Oh, in mijn rug. Oh, naast me ook nog één. Jammer. Serieus? Ik heb ze allebei! Hoe dan? Geen flauw idee, maakt me niet uit. Als ik ze alle 2 heb, vind ik het ook gewoon helemaal goed.
Kon ik al verwachten, jongen, dat je in mijn rug ging komen. Oh, het schiet! Komt er nog een aan, komt er sowieso nog een aan. Let op. Let op. Ze komen me halen. Nee! In mijn ruggetje! Sta ik nog voor of niet? Sta ik nog voor? Ik sta nog voor. Het scheelt alleen niet veel, though. Het scheelt echt niet veel. Dankjewel, daar ben ik vanaf. Dat is echt een poepding namelijk. Die was heel scheef, sorry daarvoor. Dat heeft niemand gezien, hoop ik. Waarom krijg ik die kill niet? Ja, ik kon even niks meer doen daar hoor. Ik gooi nu weer alles mis. Ik ben zo slecht met throwing knives, hè. Dat is echt niet normaal gewoon. Dat... Nee! Jan, waarom zuig je zo hard, man? Oh ja, tuurlijk spring je er overheen, hè. Tuurlijk! Tuurlijk! Hier, dan krijg je die maar, hoor! Oh, hij stond het hard kopen! Oh, man, waarom... Ik moet een laatste kill krijgen. Ik ga nog verliezen ook. Waarom ben ik zo slecht met de throwing knife? Het is echt... Oh, iemand anders bij mijn laatste wapen ook. Iemand anders ook. Ik ga gewoon verliezen. Ik krijg de laatste kill niet. Ik ben zo slecht met de throwing knife. Ik moet gewoon een keer throwing knife les krijgen of zo van iemand. Want... Dankjewel, ik heb hem gewonnen ook! Want, kijk, gun game kan ik zo snel doorgaan. Wapen, 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 wapen. En ben ik helemaal bij het laatste wapen, wat de throwing knife is in Infinite Warfare, dan gaat dat helemaal verkeerd. En die kill die moet je eigenlijk gewoon in één keer krijgen, want dan heb je gewoon ook in één keer gewonnen. Maar het lukt me nooit. Maar, we hebben gewonnen. Dus op naar het laatste potje. Hier gaan we dan, jongens, in het laatste potje van vandaag. Het is een map Terminal, wat ja, nog steeds een relaxte map is. Hij zit al in heel veel verschillende Call of Duty's. En het is en blijft gewoon echt een chill mapje om te spelen. Maar opletten, dat hoort er natuurlijk ook gewoon nog steeds. BOOM! Bye. Doe een peetje. Waar ben je? Daar ben je. Thanks bro. Zit er nog één beneden hier. Wat ben jij aan het doen dan? Een beetje rond gaan rennen zonder te kijken waar je naartoe gaat. Heeft geen nut, jongen. Ik wil eigenlijk hier even boven gaan zitten. Want als je hier boven staat, heb je altijd een heel goed uitzicht op letterlijk elke vijand. Alleen het probleem is een beetje hier overleven. Want ze kunnen je ook via elke kant natuurlijk afschieten. Ik blijf erop staan. Ik sta hier lekker namelijk. Thanks voor de kill, bro. Komt er een naar boven. Komt er een naar boven. Komt er een naar boven. Of toch niet? Oké, die laten we lopen. Laat hem maar lopen. Gewoon laten gaan. Als hij doorloopt, dan heeft het ook geen nut om... Je moet niet stil gaan staan, brother! Doei. 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 En als je dat geen beast noemt, noemt, dan snap ik het ook niet meer. 13-0 stond toch, joh. Totdat ik bij deze shotgun kwam, want dan moet je natuurlijk op korte afstanden gaan schieten. En dat is nou best wel weer lastig om op korte afstand even... Ik zag hem lopen, hoor. Even iemand tegen te komen, maar op die manier werkt het wel. Het was een beetje een noob manier hoe ik die kill kreeg. Maar ik dacht... Ik moet hem toch echt krijgen? En dat is zo'n beetje de enige manier om hem te krijgen. Dus vandaar dat ik heel veel op de noob manier deed. Af en toe mag het. Want ik heb hem wel. Ik heb gewoon al bijna gewonnen, joh. Maar nu zijn we weer bij de troon. Oh, nee, hè. Ik sta eigenlijk 18 om me heen, maar in de killcam kill ik mezelf nog eens. Dus ja, daar wordt het 18 om 2. Maar, hey! Zo doen wij dat hier, hoor, jongen. Let's go, maties! Hé, hey, dit ging lekker, jongen, dit laatste puntje. Dit ging echt keihard. Wow, yo. Degene die tweede stond was pas bij wapen nummer 9, jongen. Maar ging lekker. Dat was de video, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, dan natuurlijk zoals je kaart op like. Of vergeet niet te abonneren natuurlijk op mijn kanaal voor meer Call of Duty. De World War 2 beta komt er binnenkort ook natuurlijk aan. Dus houd het sowieso in de gaten. En dan zeg ik thanks for watching, thanks voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.